President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat de gezondheidssector tot rust moet komen en dan ook alle ondersteuning zal krijgen van de regering. Daarvoor is er echter een gedetailleerd beeld nodig van alle financiële stromen van alle organisaties binnen de sector. Het staatshoofd sprak gisteren tijdens de oplevering van de nieuwe vleugels van de Intensive Care Unit en hartoperatiekamer van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP. Geef me die primary balance van die gezondheidssector, wat ik nodig heb. Inkomsten, besteding, waar gaat het naartoe? Want dit hebben we gezien van Suriname. Waar er nog tot en met juli 2020 nog geleend moest worden om ook vakantiegelden te betalen. Waar nog augustus 2020 nog een klein beetje geleend moest worden. Maar daarna is er nooit geleend om salaris te betalen, omdat we dat plaatje hadden en we wisten waar die efficiency ingebouwd moest worden. En we wisten waar bezuinigd moest worden. Dat heb ik nodig. Alle details heb ik nodig van gezondheid, maar ook van alle ziekenhuizen. En wat dat betreft, directeur, ben ik zeer kritisch en zal kritisch blijven. Totdat die gezondheidssector in rust is gekomen, is er nog onrust binnen de gezondheidssector. De rust binnen het gezondheidsapparaat moet op alle niveaus terugkeren. Vanaf management tot de overlegstructuren en burgerij. Het is vooral de samenleving die moet kunnen rekenen op de rust binnen de sector. Want waarover praten wij uiteindelijk? Wij praten over de toekomst van het land. Die wij met onze 600.000 mensen moeten gaan ontwikkelen. Ja, wij gaan het moeten ontwikkelen. Niemand anders gaat het komen doen voor ons. En daar zijn die sectoren van oil en gas, de agrarische sector. Maar ook ons ecotourisme. En zoveel andere sectoren. Maar als die gezondheid niet gegarandeerd is, hebben we geen human being, hebben we geen human capital. Als de levensverwachting van een burger gaat zakken, omdat gezondheidssystemen niet goed werken, omdat equipment er niet is, wat voor garantie hebben we dan als land dat we onze toekomst kunnen gaan ontwikkelen? Dan moet het besluit nemen, dan gaan we het met buitenlanders doen. Het staatshoofd is ervan overtuigd dat Suriname de juiste mensen in huis heeft om de job te klaren. De overheid moet ervoor gaan zorgen dat de zieke mens topgezondheidszorg geniet met apparatuur zoals dat van de pas in gebruik genomen intensive care en hartoperatie unit. De realisatie van de oplevering van deze afdelingen bij het AZP creëert vertrouwen, aldus president Santokhi.